Stijlvol, zuinig en sportief, dat lijkt er mooi om waar te zijn. En toch komt het allemaal samen in de Suzuki Swift. In deze aflevering gaan we op pad met de Suzuki Swift en Swift Sport. Mijn naam is Ivo Nuis en je kijkt naar Suzuki onderweg. Als we de Swift samenvatten, is het een ruime, lichtgewicht auto met slimme techniek die gemaakt is voor mensen die houden van autorijden. Of je hem nou gebruikt in de binnenstad, op kronkelwegen of op de snelweg, de Swift voelt zich overal thuis. Onder de motorkap van deze 5 dus vind je altijd een zuinige smart hybrid benzinemotor, maar tegelijkertijd rijdt de Swift juist ook heel sportief. Hoe dat zit, ga ik je vertellen. De Swift is verkrijgbaar als 1.2 dual jet smart hybrid en als een sterkere Swift Sport met de 1.4 Booster Jet Smart Hybrid. In de 1.2 heb je vervolgens de keuze uit een handgeschakelde versnellingsbak of een CVT-automaat. Die handgeschakelde versnellingsbak die kan je ook krijgen met Suzuki's All Grip 4-wielaandrijvingssysteem voor maximale grip en controle. Dus wat je rijstijl ook is, met een Swift kan je altijd uit de voeten. Ga je voor sportiever? Weet dan dat de Swift Sport verkrijgbaar is met een handgeschakelde 6-versnellingsbak die lekker strak schakelt. Die is gekoppeld aan een 129 pk turbomotor die wordt bijgestaan door een elektromotor die de verbrandingsmotor ondersteunt bij bijvoorbeeld accelereren en inhalen. Dus heb je altijd voldoende power en rij je toch hartstikke zuinig. Om wat dieper in te gaan op de specificaties, de 1.2 dual jet motor levert 83 pk en krijgt door middel van een smart hybrid systeem nog wat extra hulp van een elektromotor. Daardoor is de motor met een verbruik van 1 op 21,1 met de handbak en 1 op 19,6 met de automaat extra zuinig en rijdt hij lekker voordelig. Met een minimale uitstoot van 106 gram per kilometer CO2 doe je niet alleen jezelf een plezier, maar ook het milieu. Er komt nog bij dat de Swift een laag gewicht heeft. De handgeschakelde versie weegt 865 kilo en de CVT 900 kilo. Hierdoor betaal je ook weinig motorrijtuigenbelasting. Ben je nou een sportieve rijder en wil je wat meer vermogen? Dan kan je gaan voor de Swift Sport. Een auto met sportieve looks, maar daarover later meer. De 1.4 Booster Jet turbomotor levert 129 pk en heeft door middel van het Smart Hybrid systeem nog 14 pk extra hulp van een elektromotor. Met een verbruik van 1 op 18 en een uitstoot van 125 gram per kilometer CO2 weet de Swift sportief en zuinig perfect te combineren. Daarnaast is de Swift Sport met 995 kilo nog steeds hartstikke licht. Wat me opvalt als ik over deze kronkelweggetjes rijd, is dat de auto lekker speels en lichtvoetig stuurt. Het is echt een leuke auto om mee te rijden, die Swift. Het is echt een auto met karakter. Bovendien valt me ook op dat de auto heel goed in zijn spulletjes zit. Hij is voorzien van allerlei luxe features zoals Adaptive Cruise Control, stoelverwarming en achteruitrijcamera. Eerste rijindruk, super positief. Laten we nu ook eens het interieur bekijken van de auto. Nou, het begint ondertussen te regenen, dus ik stap lekker in. En het eerste wat eigenlijk opvalt als ik ga zitten, dat zijn die meters op het dashboard. Twee flinke kokers voor snelheid en toerental. En daartussen een kleurendisplay waar weer aanvullende rijinformatie op wordt weergegeven. Bijvoorbeeld van de hulpsystemen of de verbruiksinformatie. Nou, het dashboard dat oogt heel strak en stijlvol. Voorzien van heel veel verfijnde details, zoals bijvoorbeeld die schermpjes hier in de climate control knoppen. Oogt echt luxueus. Nou, de knoppen op het stuur zijn heel makkelijk te vinden en goed bedienbaar. Stoelen zijn lekker comfortabel, bieden veel zijdelingse steun. Dus als je lekker hard een bocht doorgaat, word je ook goed op je plek gehouden. Het 7-inch multimedia scherm is overzichtelijk en beschikt over Apple CarPlay en Android Auto. Dus je bent altijd veilig verbonden onderweg. Je navigatie is ook altijd up-to-date, want je kan Google Maps gebruiken of Apple Kaarten. En je kan je favoriete streamingdienst gebruiken voor je muziek. Nou, mijn telefoon die kan ik mooi kwijt onder de USB-poort. Ook wel heel handig over nagedacht door Suzuki. Voorin is het dus dik in orde, maar zelfs achterin is het helemaal prima. Ik heb voldoende hoofd- en beenruimte door de lage zitpositie. De achterbank is ook comfortabel en ik heb zelfs nog voldoende opbergruimte in de portieren en tussen de voorstoelen. In de kofferbak van deze hatchback krijg je 265 liter kofferruimte. Dus ruim voldoende voor een aantal big shoppers. Als je wat groters moet vervoeren, kan je de achterbank indelen of geheel neerklappen. Je beschikt dan over 947 liter bagageruimte.
De Suzuki Swift die rijdt niet alleen sportief, hij oogt ook heel sportief. En wat gelijk opvalt zijn een aantal specifieke Suzuki Swift design kenmerken. Zoals bijvoorbeeld het dak wat iets schuin afloopt en wat lijkt te zweven op die zwarte A-stijlen. Verder zien we een sportieve bumper, chique LED-koplampen, een zwarte grill en ook 16-inch lichtmetalen, gepolijste lichtmetalen velgen. En dat maakt echt indruk. Nou wordt een 3-deurs hatchback nog wel eens gezien als sportiever dan een 5-deurs hatchback. Maar daar heeft Suzuki aan gedacht, want wat zie je aan de zijkant? Geïntegreerde deurgrepen in de achterportieren. En dat maakt dat het lijkt alsof dit een 3-deurs hatchback is, maar het is in de praktijk natuurlijk een 5-deurs hatchback. Het komt ook het lijnenspel nog eens een keer ten goede. Dat geldt ook voor die vouw, die lijn hier onderin, die samen met de uitgeklopte wielkasten zorgen voor een extra krachtige uitstraling. Maar het kan allemaal nog sportiever, loop maar eens mee, want hiernaast staat de Swift Sport. Dat is een nog sportievere uitvoering van de Swift, met een sterkere motor en sportieve elementen. Zo heeft deze Swift een sportievere neus, grotere grill en exclusieve sportbumpers voor en achter. Lopen door naar achteren, dan heeft de auto links en rechts sideskirts, voor en achter zogenaamde skidplates en niet te vergeten standaard 17-inch lichtmetalen velgen in plaats van de 16-inch velgen op de normale Swift. Die extra sportieve uitstraling wordt nog eens een keer onderstreept door de dubbele uitlaat achter. Ook van binnen heeft de Swift Sport unieke elementen, zoals bijvoorbeeld deze sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, die ook veel zijdelingse steun bieden en je lijf goed op de plek houden wanneer je lekker potje aan het sturen bent. Ook de hoogglansrode interieuraccenten en die sportpedalen dragen bij aan de extra sportieve beleving van de Suzuki Swift Sport. We rijden nog even naar de perfecte plek om een lekker potje te sturen, oftewel de plek waar de Swift Sport het beste tot zijn recht komt. Nou, hier heb ik de hele dag al naar uitgekeken. Rijden op dit soort wegen met een Suzuki Swift. En nu begint ook het gewicht een rol te spelen, want de Suzuki Swift weegt nog geen 1000 kilo. En dat voel je met sturen. Hij stuurt ontzettend speels, super direct, maar hij is toch heel voorspelbaar, waardoor je ook met veel vertrouwen hard de bocht door kan. En terwijl ik nog even ga rijden, neem ik jullie mee in 5 gave dingen die je moet weten over de Suzuki Swift. De Swift zit boordevol rijhulp- en veiligheidssystemen, zoals stuurhulpsystemen om je op de baan te houden, een automatisch remsysteem die ingrijpt wanneer je ergens tegenaan dreigt te botsen, en verkeersbordherkenning, zodat je altijd weet wat de geldende snelheidslimiet is. De Swift is daardoor ontzettend veilig. 2. Met privacyglas zijn de achterruit en de zijruiten van de passagiers geblindeerd. En dat is ideaal op een zonnige dag met kindjes op de achterbank, want die worden dan niet verblind, maar kunnen wel lekker naar buiten kijken. 3. Op de Swift Sport is het woordje Sport op een aantal subtiele plekken te zien, zoals bijvoorbeeld hier op het kofferdeksel, maar ook op de voorstoelen. Bovendien is de Swift Sport exclusief verkrijgbaar in de gave exterieurkleur Champion Yellow. 4. Door het lage gewicht van de Swift stuurt de auto speels en is de auto lekker zuinig. Daarnaast is de Swift met een leeggewicht van 865 kilo ook gunstig voor de wegenbelasting. Met de Swift heb je niet alleen rijplezier, maar ook plezier in je portemonnee. Punt 5. De Swift heeft hele slimme haakjes op de rugleuning van de achterbank die voorkomen dat de gordel tussen de achterbank terechtkomt als je de rugleuning om moet klappen. En dat voorkomt weer een hoop gedoe als je de rugleuning rechtop zet. Ben je nou op zoek naar een stijlvolle, zuinige en sportieve hatchback? Dan is de Swift helemaal iets voor jou. Ben je nou toch op zoek naar een geweldige hot hatch? Dan ben je bij de Swift Sport helemaal het juiste adres. En ben je nou toch op zoek naar een iets grotere auto? Kijk dan ook eens naar de andere aflevering van Suzuki Onderweg. En ontdek hoe innovatieve techniek, service, plezier en gemoedsrust samengaan bij Suzuki. Want wij geven op al onze modellen 6 jaar garantie. Is de Swift of de Swift Sport nou helemaal je auto? En vond je dit een hele fijne manier om alle informatie tot je te nemen? Laat dan een duimpje achter en reageer eventjes. En vergeet je vooral niet te abonneren op dit kanaal. Leuk dat je keek. Ik ga nog even een rondje rijden. Ik zie je de volgende keer.